Yo, guys, welkom bij een nieuwe GTA-video. Hey, we zijn weer terug bij GTA Vice City. Het lijkt allemaal altijd op dezelfde start. Is het eigenlijk stiekem bijna altijd wel. Maar, abonneer, like en reageer nou even op mijn video's. En op mijn kanaal even, want echt. Ik stop er best wel veel energie in voor jullie in deze video's. En natuurlijk gaan we heel veel heel veel video's hebben hier op deze kanaal. Ik heb al bijna de 400 uur al erop zitten op YouTube. En echt, jullie willen niet weten hoeveel uur dat ik in GTA al in totaal heb gemaakt. Serieus, dat is echt verrekte veel, kan ik je zeggen. Ik heb nu al 25 uur, bijna 26 uur er al op zitten in GTA. En ik zei al in een vorige video dat ik alle secrets in deze video zou gaan zoeken. Dat wordt by the way niet deze video. Die komt nog wel binnenkort, mensen. Oh, nee, Nanny. Ik beloof het nog jullie als ik die video ga maken. Want deze video is op dezelfde dag gemaakt als de vorige video die nu al online staat. Oh, dat was echt lucky van mij. Gaan we in deze video ook een nieuw huis kopen? Daarvoor gaan we naar de map. Namelijk daar in het noorden moeten we wezen. Dat betekent dat we de verkeerde kant op gingen. Oeh, dat was echt lucky van mij. Ja. Toch voor deze. Kom op, ja. En dan door. Even kijken, ga ik de. Nee, Nanny. Nu ga ik de verkeerde kant op. Maar ja. We gaan sowieso in deze video een nieuw huis kopen. Ook al een tijdje geleden het al doen. Maar dat ga ik nu in deze video doen. Speciaal voor jullie. Trouwens ook de andere video's op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Nee, Nanny. En zulke
ergens deze week nog een GTA-video voor jullie opnemen en ook online zetten. Misschien. En gaan als jullie het leuk vinden om meer GTA-video's te zien. Want ik weet dat ik deze huis kan kopen. Ja. Zo. Ook al moet ik wel. Oké. Nu moet ik wel. Oh, hier heb je heel toevallig een secret zetten die ik wel in deze video ga pakken. Maar die video van alle secrets, die komt nog online. Nou ja, ik moet het zelfs nog opnemen. En nog even snel langs hem naar boven. Dat wordt trouwens een niet heel lange video. Hooguit 10 minuten denk ik dat ik ga opnemen voor jullie. En dat zat ergens hier boven, was dat? Hij zat toch beneden die ene zaak. Ik hoop dat de politie me nu niet herkent. Pistool? Nee. Een Uzi. Ja. Zo. En dan ga ik naar mijn safe house, denk ik. Oh ja, by the way, nu dat ik die Uzi heb. Godver. Kijk, mooi. Op een motor ook. Hoe heet dat? Heb gebruik. Oh ja, hierboven zat volgens mij ook zo'n secret. Nee. Maar ja, die alleen. En even kijken, map. Nou,
Was het hier zo ergens in de buurt? Zat het dan mijn safehuis? Ja, een nieuwe safehouse waar ik ook de video's ga starten binnenkort en ga beëindigen. Want ja, ik heb toch een nieuwe safehouse. Ja, ik heb er nu twee. Ik kan, als ik bij deze veel ben, dan veel van in de buurt ben, dan sluit ik en start ik hier. En dat geldt net als bij de ander. Als ik daar veel ben, start ik en sluit ik hem ook daar af. Ik ga ook de video hierbij afsluiten en opslaan. Natuurlijk de spel. En dat is eigenlijk nog één ding. Dat is adios.